Saaizie ridder op wachten, maar juist wie het eindelijk zavier. Dirk Buitenzorg, het draafhinde dat in 2010 door de sportredactie van Omroep Friesland van de slacht redden waard, het zijn eerste koers woen. Nou, in verschaten ereplakking op Wolvegeer, wie Dirk nou de sterkste op Duindicht. Koerscommentator Hans Zinnige van Wolvegeer zegt dat alles in deze race goed ging. Dirk Buitenzorg aan de buitenzijde neemt de leiding over met Josse Beek. Aan de binnenkant is het Rob van Toor met Fanatic Star. Maar Josse Beek wint met Dirk Buitenzorg. Wat een prestatie. Ik geloof 37 starts nog nooit gewonnen. Of 36 starts en dit is de 37e en je wint ermee. Ja, maar een goede trainer. Hè? Wat kan ik doen? Hij zegt mij juist alles wat ik moet doen. Hij kent zijn paard van binnen en van buiten. Hij heeft altijd een ongelukkige koers gehad, die man. Maar Arend is een goede trainer. En dan is het makkelijk met die paarden te winnen. De nieuwe pikeur, de rol daarvan is dat deze man dus een verschrikkelijke soort ervaring heeft. En dat hij alle koersen wat in Europa won, heeft hij er binnen. En het is een toegevoegde waarde. Ja? Ja, dat is gewoon zo. Die man, je ziet gewoon de sterke punten voor zijn hinder en de zwakke punten. En die buiten uit. Ja, dit is vanzelf geweldig. Dit is een droom die je altijd nog hebt. Maar ja, het dwormen, zij zie je lang. Van prijzen, maar vooral ik van Sjinslagen. En nou, dan in ieder toch die overwinning. Ja, dat is een sprookje wat helemaal uitkomt. Van slachthinder naar prijshinder. Wat wil je nog meer? Dit is het begin van meer. Normaal wel. Als je bijvoorbeeld als je bloed en hebt het dan wat beter. Hij had het nooit teruggehaald wat er gebeuren moet. Dat is een beetje apart met hem, maar hij is een beetje eigenzinnig. Nou, daarom had ik een beetje een apart verleden. Maar het is, ik heb er altijd wel vertrouwen in.